Ik zou zeggen, jongens, ga er eens voor zitten. We zijn aanbeland bij het moment supreme. Het grote moment van deze middag. Ik ben Robert Pijnenburg. Ik ben Bart Jacobsen. Margje Wolfs. Ik ben dit jaar gevraagd om als spreekstalmeester te fungeren bij de activiteiten van Kennercarnaval. Dus bij deze is de bedoeling een beetje een en ander aan elkaar te praten. Was weer lekker druk en gezellig. We zien het er mooi uit. Strek nog maar een lekker glaasje in. Van alcohol krijgen. Nou, prinses Eline, bij deze deinstalleer ik jou door middel van jouw kroonschrift af te nemen. Ja, nou is gewoon weer Eline, hè? Nou, daar staan ze dan, hè? Beetje gezonde spanning. Ja, mooi zo. En Bart, je bent wel een beetje gewend aan die spotlights natuurlijk, hè? Want je hebt al maar BKM meegedaan, hè? Ja, ik ben er redelijk aan gewend. En ik vind het ook leuk om dingen te doen op het podium in de spotlights. Ja, dat dacht ik wel, hè? Dat heb ik een beetje van jullie moeder geleerd, hè? Ja, dat is helemaal goed, hè? Hé, Margje. Heb jij jouw broer, je oudere broer Nick, hè? Die was jeugdprins, hè? Ja. Heeft hij jou een beetje geholpen? Nee, dat valt wel mee. Hij is, heeft hij zich niet echt in geïnteresseerd. Hij moest zeker weer heel de dag gamen of zo, hè? Zoiets, hè? Gamen, ja? Ja, zoiets. We gaan beginnen. Voor ze buiten. De handschoenen van Markje. Kijk, grote mannen handschoenen natuurlijk voor onze maat. Oké, Prins komt ja, jongen, een lekkere warme cape. Oké, Markje, ook voor jou een heerlijke, lekkere, warme cape. Ja, Bart. Dat is een mooie steek, jongen. Hey. Komt ie aan, hè? Nou, Margje, bij deze ga ik jou installeren. Dus ben er klaar voor. Goed zo. Bij deze installeer ik jou als jeugdprins Bart.
Komt ja maar, jongen. Alsjeblieft. Tada. En ook voor jou, Maartje. Komt ja, hè. Met een dikke duim omhoog, hè. Alsjeblieft, meid. Jongens en meisjes, de jeugdprins, jeugdprinses 2020. Prins Bart, prinses Marretje. Dankjewel, prins Hendrik. Bij deze nemen wij nu de prinsstallatie over. Jongens en meisjes, mag ik drie keer alaa voor de prinsstallatie, de prinsengroep 2020. En een daverend applaus erbij. Op een gegeven moment. Maar het is. Ja, ik vind het echt heel leuk. En we hebben ook een boekje gekregen van tevoren. Maar uiteindelijk had je die helemaal niet zoveel nodig. Dus het valt allemaal mee. En we gaan er een leuke carnaval van maken. Zakken, zakken, zakken. Tot je haast een kokken pak. En we zetten. Vandaag is de grote dag en ik vond het wel heel spannend, maar toen ik net hier op het podium stond, vond ik het superleuk. Dus we hebben een commissie, een kerngroep, kernencarnaval, die eigenlijk achter de schermen alle etenkastijns uit vuur halen. En ik mag dan toevallig, ben gevraagd om wel met mijn snuffert op het podium te staan, maar dat is ere wie ere toekomt. En dat is toch vooral bij de kerngroep zelf. Dat gaat zeker gebeuren. Er zal dadelijk later op de avond ook nog een presentatie door de huidige commissie KKF gegeven gaan worden. Dus ja, het gerucht gaat snel. Het definitieve nieuws komt er dadelijk aan. Allemaal in verband met de 55 jaar kindercarnaval heeft men besloten het naar Helvoort te halen.